Wij bij Gamersnet, we spelen graag een spelletje en daar worden we vaak vrolijk van of gaan we dieper de game induiken. Maar soms brengen games andere emoties met zich mee en dat is namelijk ook woede. Hey, wie is er wel eens niet boos geworden op een spelletje omdat het onrechtvaardig is of oneerlijk of omdat je gewoon heel erg slecht bent, maar je kan dat niet onder ogen zien? Anyway, daar gaat de vraag van deze goede vrek over, want we kregen van Schildpadpiraat op YouTube en op Twitch een hele leuke vraag binnen. Thanks Schildpadpiraat voor je leuke vraag, want het gaat hier om onze favoriete rage games. Of nou niet favoriet, maar welke games hebben we nou het meest op geraged? Op welke games hebben we de meeste woede kunnen uiten? En welke games pompen onze aderen vol met rood kokend bloed? We gaan het zien, dit zijn onze grootste rage games. Ja, wat een goede vraag en ook echt de perfecte vraag voor mij. Want van welke game rage je het meest? Of heb je het meeste geraged? Heb je even? Sorry Tom, ik mag van Tom eigenlijk niet zo heel veel games noemen, maar ik ga er gewoon even toch een paar noemen. De Assassin's Creed reeks. Hoewel de games fantastisch zijn, werden de games ook wel geteisterd door natuurlijk bugs en glitches en zo. En het combat systeem en het klim systeem was ook niet helemaal bugvrij. Zeker als je een beetje gerust door de games heen wilde gaan en af en toe gewoon lekker met de hoge snelheid wilde rennen en klimmen en klauteren, dan werkt de Assassin's Creed eigenlijk niet goed. Je moet het echt met serene rust spelen en dan rage ik het minste. En verder natuurlijk wat recentere games, sowieso Horizon Zero Dawn. Sommige machines die waren echt gewoon verpulverend. Ze brachten mijn hoofd helemaal op hol. Ik kon ze soms gewoon echt niet verslaan, terwijl ik echt een hele sterke gear had. Ja, ik ben gewoon niet zo'n goede gamer, dus dan krijg je dat. Dan word je snel boos als je verliest. En ik verlies nogal vaak. Dus dat is best kut. Maar ja, Horizon is verder een hele toffe game. Maar ook bijvoorbeeld die hunting grounds, die waren soms zo teisterend moeilijk. Of gewoon irritant lastig. Of omdat er een tijdklok op zit, weet je wel. Dat vind ik gewoon echt niet chill. En de laatste game, For Honor. Ik denk dat For Honor wel een van de games is waarbij ik recent wel echt heb geraged. En misschien wel, ja, toch wel mijn controller op de grond heb gesmeten. Het draait natuurlijk allemaal om timing en tijdens de beta was het vooral dat het ook om input lag ging. En als je niet snel genoeg reageerde, dan was je de sjaak. Dat is bij die game heel erg logisch, alleen tijdens de beta was het zo dat door de input lag was je gewoon bijna altijd te laat. En dan ben je gewoon helemaal de knijters ingeslagen. En ja, dat kon nog wel voor wat woede zorgen. Ja, fuck you! Ook dat is echt een fantastische game, maar door input lag bij de beta en lack of skills bij de uiteindelijke game is dat ook wel een game waar ik flink heb geraged. Dus ja, kijk vooral mijn streams, dan zie je het vaak. En zo. Schildpadpiraat, ik vind het een hele leuke vraag, maar ik vind hem wel lastig omdat ik nou geen antwoord meer voor je heb. Ik heb vooral vroeger heel veel geraged en toen kwam het vooral neer op Battlefield 2 en vooral shooters in het algemeen. Vooral in het tijdperk dat het internet nog niet zo heel stabiel was, want dan kon je daarop ragen. Want dan had je zoiets van, op mijn beeldscherm schoot ik jou echt eerder neer, maar de server vond dat ik nu dood ben. En dat is een beetje wat Peter ook zegt, van die onrechtvaardigheid van spellen. En dan wordt het ragen. Maar nu, weet je wel, de PC's zijn beter, de spellen zijn sneller, ons internet is gewoon stabieler dan ooit. En dan kan ik niet zo heel erg veel boos meer worden. Ik heb bijvoorbeeld met Overwatch, als we snoeihard worden ingemaakt of met een andere shooter, bijvoorbeeld ook met Splatoon, af en toe als ik neer word geschoten, dan is er een klein moment van woede, maar dat daalt meteen weer in. Omdat ik zoiets heb van, nou, volgende keer beter. Weet je wel, respawnen zo weer en we gaan er gewoon weer tegenaan. Het is een beetje, ik denk dat een beetje volwassenwording is. Dat je een beetje zen kan worden en gewoon dingen ook naast je neer kan leggen. Als je gruwelijk wordt ingemaakt, dan zeg je tegen het andere team van, hey, GG, goed gedaan. En je gaat naar je team en hebt zoiets van, jongens, wat ging er mis, waar kunnen we op verbeteren? Tenminste, zo pak ik het aan. Ik weet dat mijn vriendin zit naast mij en die kan echt schreeuwen en balen en tieren. Terwijl ik dan zoiets heb van, kalm aan, kan gebeuren. Al moet ik wel zeggen dat soms, er is nog steeds wel onrechtvaardigheid in de spellenwereld. Ik geloof dat op Twitch is er nog steeds zo'n commando om mijn rage momentje erbij te halen. Dat was met Gears of War. Want Gears of War stuurt gewoon te veel vijanden op je af. En je hebt gewoon zoiets van, ik had ze te pakken, maar nee, ze zijn nu 10 keer zo sterk als 5 waves terug en nu zijn we de lul. En dan is het misschien wel even een korte, kortstondige woede. Wat? Hij is... Wat? Ik zat in de koffer. Wat? Bullshit. Maar nooit dingen gooien, nooit
flippen. Gewoon altijd, hou het rustig. Weet je wel, we zijn geen holbewoners meer. We zijn wel overwogen zelfbewuste gamers. Hoop ik dan tenminste. Take it easy, man. Take a chill pill. Ja, weet je, ragen, dat gebeurt pas echt als games onrechtvaardig zijn. Ik kan bijvoorbeeld ook niet tegen games als Dark Souls 3, die dus, of Dark Souls 1, of Dark Souls 2. Die willens en wetens eigenlijk maar één intentie hebben. En dat is gewoon de gamer het zo kut mogelijk maken. Het is gewoon alsof je betaalt voor iemand die constant gewoon jou aan het irriteren is. Die constant gewoon met zijn vinger in je zij zit te prikken, weet je wel. En ik snap oprecht niet dat mensen het leuk vinden. Ik weet dat heel veel mensen gek zijn van Dark Souls en dat soort moeilijke games. Bloodborne en zo. Maar ik kan er niet tegen. Ik vind er moet altijd een goede balans zijn tussen... Ja, uitdaging, wat gewoon prima is, echt wel gewoon een soort gevoel van dat je nog wel verder komt in het leven. In het virtuele leven, hoe treurig ook. Maar, en ik heb het idee dat heel veel games dat nu wel, heel veel games worden ook makkelijker, hè? Dus ik heb de laatste jaren wel heel veel minder last van rage, want ik ben ook beter in games geworden, et cetera. Maar ik had het vroeger wel heel erg. Er waren twee games waarin ik dat echt had, dat gevoel van onrechtvaardigheid. De eerste was GoldenEye. Ik kon in GoldenEye zo ontzettend kwaad worden als je werd neergeschoten, omdat er dan opeens 30 man op je afkwamen. Speelde ik het waarschijnlijk op te hard. En daar werd ik zo fucking boos over. Dacht ik echt van, jezus, maar dit ligt niet in mij. Dit ligt gewoon het feit dat jij gewoon te veel spelers op mij afstuurt. Daardoor ik niet win. En in de Nintendo 64 had ik dat sowieso, dat ik heel veel met mijn controller gooide. Dat was wel treurig. En de tweede game is Banjo-Kazooie. Ik heb Banjo-Kazooie echt zo ontzettend geraged. Omdat ook gewoon het 3D. Weet je, tijdens de Nintendo 64 periode waren de eerste games die in drie dimensies werden gemaakt. Dus Mario 64 bijvoorbeeld, maar ook Banjo-Kazooie. Maar het werkte nog niet, weet je wel. Het was nog net niet mooi genoeg dat je echt goed de diepte zat. En dan heb je van die 3D-platformers. En die 3D-platformers in de tijd, dat was eigenlijk net... Ja, het was wel vet, maar het was er net niet goed genoeg voor gemaakt. Kijk, nu zie je precies hoe diep iets is, hoe ver je moet springen. Maar dat was in die tijd helemaal niet, waardoor er echt superveel frustraties ontstond. Er zat weer net een vijand achter en... Oh, wat was ik kwaad. Ik heb mijn Nintendo 64-controller echt het meeste gegooid van... Dat was eigenlijk de enige console waar ik echt heel erg was. Een beetje... puberteit. Beetje een periode van woede. Waar ben ik naartoe? Waar kom ik vandaan? Waar val ik op? Allemaal lastig. En mijn Nintendo 64 heeft echt heel erg onder te lijden gehad. Ah, God hebben ze ziel. Nou, we zijn ons ei weer kwijt. Daar heb je het. Dat zijn de games die ons het meeste vol pompen met woede en razernij. En waar we dus waarschijnlijk ook al een keer bij hebben geragequit. Heb je zelf nou ook een game waar je af en toe gewoon niet meer onder ogen kan zien hoe boos je ervan wordt? Laat het ons weten. Wij zijn benieuwd naar welke games jullie het boost maken als je ze aan het spelen bent. En natuurlijk, ja, we zoeken weer een nieuwe goede frag. Dus doe net als Schildpadpiraat en stuur een leuke, originele, vette vraag in. Zodat wij volgende week met een nieuwe goede frag uit kunnen pakken. Dus laat het ons weten. Gooi het hier in de comments. En als je iets anders randoms te vertellen hebt, mag natuurlijk ook. Maar ik hoop dat je genoten hebt. En ik was Tom van Gamersnet.nl. Check eens een keer op de website het een en ander. We hebben nieuws, previews, reviews, video's, andere dingen. Doe dat een keer. Tot snel en laat je comment hieronder weten. Want we lezen alles. Doei!